U heeft binnenkort een afspraak met de radiotherapeut-oncoloog voor een bestraling. Die noemen we ook wel de bestralingsarts. Deze vertelt u alles wat u moet weten over uw behandeling. En natuurlijk beantwoordt deze bestralingsarts graag uw vragen. Bijvoorbeeld over hoe u zich moet voorbereiden of over het aantal behandelingen. Maar ook over mogelijke bijwerkingen. Na dit gesprek maken we van u een CT-scan. Dit doet de laborant. De laborant legt u dan in de bestralingshouding. Op uw lichaam krijgt u tatoeagepuntjes. Daardoor kunnen we u voor elke volgende behandeling in de juiste houding neerleggen. Als u een bestraling van uw hoofd of hals krijgt, maken we een masker voor u. Dat is nodig omdat u stil moet blijven liggen tijdens de bestraling. Op de CT-scan is precies te zien op welke plekken bestraling nodig is. De arts en laborant maken hiervoor een bestralingsplan. Op de eerste dag van uw bestraling meldt u zich bij de receptie van de afdeling radiotherapie. U krijgt dan een afspraakkaart met alle dagen en tijden van de behandeling. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Een laborant haalt u op en loopt met u mee naar de kleedkamer. Daar kunt u zich omkleden. Als u klaar bent, haalt de laborant u op en gaat u samen naar de bestralingsruimte. Hier helpen twee laboranten u om in de juiste houding te liggen op de tafel. Hebt u vragen, dan kunt u die aan de laboranten stellen. Daarna stellen ze de apparatuur in en gaan uit de bestralingsruimte. De laboranten kunnen u zien op hun beeldscherm en horen via een intercom. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling zo stil mogelijk blijft liggen. De behandeling begint met een scan om te controleren of u goed op de bestralingstafel ligt. Eventueel verschuift de laborant de tafel nog een beetje. Dat gaat automatisch. Als u goed ligt, begint de bestraling. Het bestralingstoestel draait in een rondje om u heen. Daar voelt u niets van. Als de bestraling klaar is, komen de laboranten de bestralingsruimte weer binnen. Ze helpen u van de bestralingstafel af, daarna kunt u zich omkleden en weer naar huis. Als het nodig is, kunt u ook een afspraak maken met de bestralingsarts. Zolang u geen klachten heeft, kunt u doorgaan met uw dagelijkse activiteiten. Als u moe wordt, past dan uw leefstijl aan. Neem op tijd rust. Aan het einde van de behandelperiode krijgt u nog een controleafspraak met uw bestralingsarts. Dan bespreekt u hoe u de bestraling heeft ervaren en wat de vervolgstappen zijn.